Ik melk hier samen met mijn gezin 120 melkkoeien. Sinds 1998 heb ik het bedrijf overgenomen van mijn vader en mijn moeder. En we hebben samen 3 kinderen en de werkzaamheden voeren wij samen met ons gezin uit op dit bedrijf. Deze stal hebben we gebouwd in augustus 2014. En we melken nu ruim een half jaar in deze nieuwe stal. Het loopgedrag van de koeien is eigenlijk ruim voldoende. De kostmix die beïnvloedt het loopgedrag op de robot niet. Tenminste, wij merken dat op dit moment helemaal niet. Omdat toch alleen maar de hoogproductieve koeien bijgevoerd worden door de kostmix. Nou, we hebben een gemengd rantsoen. Ons basisrantsoen bestaat uit maïs en uit gras. Aangevuld met enkelvoudige grondstoffen. En verder doen wij dus de basis aanvullen met krachtvoer. 2 soorten in de melkrobot en 1 soort in de kostmix. We hebben met deze machine goede ervaringen omdat hij gebruiksvriendelijk is. We kunnen hem goed instellen. De voertabellen zijn heel logisch en hij werkt naar tevredenheid. Nou, ik zou zeker kiezen voor een kostmix, omdat de melkrobot dan maximaal gebruikt kan worden voor te melken. Want daar is de machine toch voor gemaakt. En de kostmix, daar krijg je toch iets meer rust in de stal, zodat de hoogproductieve koeien, want daar gaat het om, voldoende krachtvoer op een rustige manier kunnen opnemen.